ja, het is weer zover, het is weer vakantietijd en we gaan al met de hut weg. Hebben jullie natuurlijk het vlogstuk al gezien. Maar ik wil hier helemaal niet zijn op dit moment. Ik ben verkeerd gereden. Ik kan mijn eigen te pakken bij Luik. Bij Luik is voor verschillende dingen zijn allemaal opgebroken. En nu staan we eigenlijk op het heel groot parkeerterrein waar je zo omhoog gaat in Luik. Nou, we staan helemaal verkeerd. Dus ik moet dadelijk even mijn navigatiesysteem moet ik eventjes anders in toetsen. Maar we hebben geluk, want wij gaan richting Spanje. Deze keer hebben we besloten om niet 800, 900 kilometer op een dag te rijden, maar gewoon te zeggen, hey, de reis is de bestemming. De bestemming is de reis. En dat gaan we ook doen. Dus ik hoef maar 400 kilometer te rijden. Nou, ik heb een eitje, stelt niks voor. Dus ik doe dadelijk even mijn navigatiesysteem, doe ik even anders in voeren. En dan gaan we naar onze eerste stop, dat is camping Mossel. Ik moet echt van tevoren beter die namen gaan studeren. In ieder geval camping aan de Moezel ergens. Net heb je Luxemburg en dan net daar onder of boven, hoe je het ook wil noemen. Dus eigenlijk maar een stukje rijden voor ons dan. En we gaan dit jaar ook best wel een camping bezoeken. Dus dat vind ik ook wel leuk. En dat betekent eigenlijk dat dit nummer 1 is. Dus vlog nummer 1. Omdat ik het wel in stukken moet knippen, want anders wordt het wel heel erg lang herhalen voor jullie. Pak hier vlug even een bak koffie in de hut. En een boterham erbij. Niek heeft al een boterhammetje gemaakt, dus dat komt helemaal in orde. Boterham klaar, Niek? Ja. Ja, lekker. Jam, jam, jam. De boterham binnen gaan we weer. Tot dadelijk. Hoi. Zo, we zijn weer onder route. En het is echt een motorreis. Ja. We gaan echt binnendoor. Dat was ook de bedoeling. Alleen niet zo vlug. Dus het moet iets langer rijden. Maar het maakt ook niks uit. We hebben tijd genoeg. En dan rijden we lekker binnendoor. We zijn nu in het stadje Fleuron. En dat ligt net langs Luik. Dus we zijn weer onder route. Gelukkig. Dus nou kosten op ons gemak richting de camping. We zijn uit Frankrijk binnengekomen vanuit Luxemburg. Luxemburg zijn we even gestopt. Ik denk even naar binnen gaan kijken. Ik wou eerst gaan tanken, maar het was zo druk. Dat was echt, volgens mij moesten we daar wel een uur wachten. Toen was ik even naar binnen geweest. Ik denk ook even een lekker broodje halen. Gigantisch druk. Iedereen kwam met die sloffen sigaretten kwam naar buiten gelopen. Ik denk ook, jeet toch? Ja, natuurlijk, dat is in Luxemburg een stuk goedkoper. En toen zijn we maar gewoon weer aangereden. En nu staan we hier in de file. In Frankrijk, kilometer 7, 8 ongelukken gebeurd. Ja, dat hoort erbij, zomaar zeg ik, over de snelweg rijden. Dan gebeuren er ongelukken. Maar ja, we moeten nog 82 kilometer. En dan zijn we op plaats van bestemming op de camping in ieder geval. En het is nu, dan ga ik ook maar alles vertellen nog. Het is nou 1 uur. Dus als het een beetje uitkomt, dan zijn we rond een uur of... 7 over 2, dus dat duurt nog wel langer. Dus een uur of 3 zijn we al op de camping. Toch goed, hè? Lekker droog blijven, lekker een stukje fietsen. We zullen wel eens kijken wat het gaat worden. Dus wordt vervolgd. Ja. Ja. Camping. Een Haksehoek. Ai, ai. Altijd weer spannend of over camping dat je dan terecht komt, hè? Oh. En welke route dat je moet rijden. We zijn er. Het laatste stukje was wel een... iedereen heeft natuurlijk zijn eigen afwijking, maar ik vind het wel heel erg leuk om over een beetje tussendoor te crossen en zo. Haakzoek, ga ze maar even. Keileuk.
Deze camping nou gevonden en dan moet je eigenlijk vanaf internet gaan zoeken van nou, we vinden wel een leuke camping of niet en wat is leuk om in de omgeving te kunnen zien. Nou, vandaar dat wij dus ook op de campingplaats zijn aangekomen. We zetten meteen een hut neer. En traditiegetrouw, vaste kijkers, ze weten dat natuurlijk wel. Dadelijk eerst een basje koffie, lekker tussen gebak en slagen om. En dan pakken we de fietsen en dan gaan we eens kijken hier in de omgeving van ja, wat is er nou eigenlijk hier te zien. Op internet heb ik gezien dat je hier heel mooi kunt fietsen, dus nou, we zullen het daar beleven. Maar eerst gaan we het even lekker tussen gebak eten. Heerlijk. En koffie. En dan zijn we een stukje aan het fietsen. Het is echt, daar is Mieke vlug een foto in knippen. Daar is het begin van de camping. Dus we komen net van de pad af daar, van de camping af. En kijk, al meteen een mooi kasteeltje of château. Château is de Frans, hè. Leuk man. Ja, dan fietsen we een stuk verder. Vanaf hier. Oh. Hij is nog mooier. Dan gaan we de achterkant toch niet even bekijken. Eigenlijk niet. Een bril is kapot. Een bril kapot? Oor zat tussen de rit. Oor kapot. Oor kapot. Dan gaan we verder. Oor kapot. Ja, waar moeten we naartoe, Monique? Daar moeten we naartoe, daar op het dorpje. Dan moeten we zo en dan die kant op. Kijk, ja. En hoe heet dat dorpje? Lieverdun. Lieverdun, kijk, dat kan je goed onthouden, hè? Dik is ook goed, maar Lieverdun. Lieverdun. En dan zijn we net zo lang aan het buurten, daar hebben we geen dorpje meer zien. Maar we komen er dadelijk op in de buurt. Dus we gaan gewoon door. Vies padje. Vies padje? Dus een vies padje, maar Lieverdun. Ja, dat snap ik al, dat eten ze niet. Ja, kijk, kijk, daar komt Jan. En ze weten dat wij eraan komen, want de klokken beginnen te luiden. En zoals altijd fietsen wij gewoon als kip zonder kop ergens naartoe. We gaan nog niet kijken van tevoren waar iets te doen is, nee. Avontuurlijk. Oh, dat noemen ze avontuurlijk. Ja. Sommige mensen noemen dat dom, maar wij noemen dat avontuurlijk. Naar het kasteel. Oh shit, er zijn trappen. Is niet zo handig, hè? Doe je nou net of ik hier alleen fietste, jij ging opvouwen. Ik ging helemaal verkeerd. Oh. En jij fietst achter mij aan, dus vandaar. Ja, aan deze kant denk ik. Zo, dat is een partij stijl. Nou, dat was een partij stijl. Mijn accu is bijna leeg. En die van mijn fiets ook. En we zijn nog maar 10 minuten onderweg, dus er gaat helemaal nergens over. Maar ik kom hier uit. Ik zal eens even gaan filmen. Volgens mij lijkt het jij mooi. Ja, mogen geen hondjes komen. Mag geen hondjes komen. Dus ga je eerst even kijken. En dan kan het nu daar wel gaan kijken. Ik denk dat het mooi is. Moet gaan kijken. We hebben alweer een heel stuk gefietst, we zijn nog richting Pompeii. En Monique, wat vind jij er tot nu toe van? Nou, moet je dan vragen? Ja. Er is hier helemaal niks, hè? Ze zei tegen, oh, ben je flauw, moet je dat even filmen? Nou, Monique, zei jij het maar. Ja, nee, ja, er is hier gewoon niks. We hebben een stukje gefietst en fietsen is leuk, maar we moeten een winkel hebben. En terrasjes. Een supermarkt.
En nou ja, we zijn bakje voor bakje gegeten. Gewoon snackies. Dus we willen een avond een kampvoer of zo. Dus we laten bakje daken voor die caravan. Ja, en zet een airco'tje aan. Airco aan. En dan gaan we even naar... Wat was het? Een Normo? Ja, Normo. Of we zoeken wel uit. Met de auto is niet zo'n ramp, hè. Maar ik denk dat we morgen een boekleesdag hebben en een uitslaapdag. Oh, lekker. Ja. Goed. We fietsen vlug terug en gaan we daar even naar de supermarkt. Doei. Doei. Bloopers. Blooper. Nou, maar niet vertellen eens wat je verzonnen hebt met het eten. Nou, dat heb ik niet verzonnen, dat heb ik van Instagram. En dan volg ik een of andere site, weet ik niet precies welke. Oh, en dan begint nou echt te smelten. Oh, we zijn... Brie? Ik zal het filmen, maar jij vertellen. Brie. Camembert. We snijden in... nu een beetje insnijden. Een beetje honing erover. Walnozen, cranberries. En daar langs toe heb ik schijfjes stokbrood. Ook een beetje olie overheen. En dan even in de oven. Oh, lekker man, het ziet er echt goed uit. Het ziet er lekker uit, ja. Ik hoop dat het lekker is. Vast wel. Zeker met een Italiaans wijntje. Dat is helemaal goed, met een pilsje erbij. Lekker yummy yummy. Dat heb ik wel verdiend, we hebben vandaag veel gefietst. Ja, dat valt wel mee. Maar we hebben tenminste iets gedaan. Zo is het, we zijn druk bezig geweest. We hebben, ik heb een rode kop volgens mij. Ja. Ik kom denken dat ik verlegen ben. We hebben een stukje gefietst. En we zijn teruggekomen. En Bartje hebben in de caravan gedaan. Even airco aan, kon je in de caravan blijven. We hebben boodschappen gedaan, we moeten natuurlijk eten. We zijn aan een intermarché geweest. We hebben even getankt en boodschappen gedaan. Even kijken waar we wouden eten. Nou, dat was het zo we net hadden. We maken even een klein beetje barbecue. Dat is natuurlijk ook wel heel lekker. En ik moet ook eerlijk bekennen, ik heb liggen slapen. Ik ben in mijn stoeltje daar gaan liggen. Gewoon liggen slapen. Ik snurk of niet? Een beetje. Maar een klein beetje, dat viel bij. Dat is ook een licht slapen, licht snurk. Dus ja. Hey, daar gaan we lekker eten en nu gaan we genieten van de zonsondergang. Doei. Tot morgen, denk ik. Nou, ik ben volgens mij de slechtste YouTuber die er is. Onder andere. Ik zeg net van, oké, dan sluiten we af en zie ik jullie morgen. En hebben jullie niet het eindresultaat gezien. Dus, Monique, laat even zien van hoe dat het nou eigenlijk eruit ziet en hoe jij het moet eten. Nou, lekker. Brie. Het valt mee dan dat je gesmolten kaas in zit. Lekker. Heerlijk. Ja. Dat is zo lekker. Ja. Mm. Nou, ik leg vlug de camera neer, want ik ga er zelf ook van genieten. We moeten eigenlijk dadelijk nog twee chasticks maken, maar dat ga ik niet doen. Ja, die ga ik wel maar klaarmaken, maar ga ik niet filmen. Want dan weten jullie wel hoe dat eruit ziet. Nou, zo zeg je. Tot morgen. Ja, ik ben wakker geworden, dat is natuurlijk niet in beeld. Hey, het is een prachtige, mooie dag. Opnieuw, zonnetje schijnt, het is nog 7:15. Even lekker mijn bakje uitwezen wandelen. Een sirene rust. Ik denk dat het straks wel anders wordt, want volgens mij is het een recreatiegebied. Maar het ziet er gewoon perfect uit, joh. Het ziet er echt perfect uit. De camping zelf is wat, op sommige momenten wat gedateerd. Maar ja, laten we zeggen, dat hoort bij het Fransen. Ligging is goed, maar dit ziet er echt fantastisch uit. Ik film daar wel een beetje meer rond, maar dat is echt wel heel mooi. Ik ben echt benieuwd hoe het vanmiddag is. En ik heb ook echt wel, echt veel, echt gezegd. Echt wel. Maar het is nog vroeg. Lieverdun zijn we gisteren geweest, hebben jullie gezien. Hè? Dat was niet zo heel spannend.
Een mooie klim was het op het fietsje, maar voor de verder rest viel het eigenlijk wel mee. Vandaag gaan we even kijken wat we gaan doen. Of het wordt een landbaldag. Dan gaan we lekker bij de caravan zitten en een boekje en misschien een klein zwembadje gaan. Of we pakken de fiets en we gaan even naar Nancy. Maar sowieso wordt het weer een mooie dag. Dan kan ik weet ik al. Bas is ook even lekker uit zo. Het is een mooi gebiedje, zeker als je wilt gaan vissen en zo, langs de moezel is het, hè? Langs de moezel, ja. We lopen nu even een stukje, hè. Volgens mij is het gebruikelijk in Frankrijk dat er ook altijd kampeerplaatsen bij een stad moeten zijn of zo. Camperplaatsen. En daar staan een hoop campers op een rij. Gisteren stonden er een paar, daar staan er heel veel meer. Ze staan dus niet op de camping. Maar je bent echt in dit recreatiegebied. En ook wel fijn natuurlijk in Frankrijk ook, is ook hè, dat je... Hoppakee. Een speelplaats voor honden. Leuk toch? Of niet? Ik denk de laatste. En dit is dan die camperplaats. Mag je 72 uur blijven staan. Dan staat het hartstikke mooi joh. Even niks. We gaan het toch wat doen. We zaten voor de voortent, Lifeville Caravan. En lekker in de zon, broodje gegeten, bakje koffie gepakt. En we gaan toch eens kijken hoe we eigenlijk naar Nancy kunnen fietsen. En dat valt reuze mee, want we zijn eigenlijk al we hebben 300 meter route nationaal gehad, zullen we zeggen. Die dag, zo'n N-weg is het. En nou een mooi dingetje, een mooi fietspad. Dus ik hoop dat het tot Nancy goed is, maar dan wacht ik kijken wel. Nou, kijk leuk. Hier is het leukste doen. We gaan weer onderuit. We zijn er richting Nancy, langs het kanaal af. Ik denk dat het gewoon van Nancy is, denkt u niet? Mooi. Ik ben eigenlijk allemaal aan het filmen, eigenlijk, maar ik weet niet waar ik aan het filmen ben. Ik weet alleen maar dat ik het heel mooi vind. Nancy zijn we nou, in de Hoofdstraat is daar. Leuk. Ik
is kei mooi. Oh. Had ik allemaal gemist. Wow. Ja. Moet je de film kijken? Ik dacht dat het een kerk was. Nee, het is een kathedraal. Ik weet het ook niet meer. Ik heb wel gefilmd met het is, dus dan moet je straks maar kijken. Ik zal je even helpen. Het is een paleis. Best. Palais de Lorraine. Ja. Ja, ik kan er eigenlijk niks aan doen. Het is allemaal mooi, hè? Ik blijf aan het filmen. Ja. Blijft irritant. Maar dan denk ik aan het ja, het blijft irritant. Maar ja, blijf het maar gewoon doen. Direct door de poort heen. Heel mooi, hè? Ja. Absoluut. Absoluut. Heb je eentje dorst? Oh. Nou, we zijn hier nog steeds in Lans, zie. Maar ik heb besloten om op te houden met filmen, want het is hier allemaal zo mooi. Dus ik zou zeggen, kijk maar Google Maps of kijk maar wat je doet, maar ja, het is echt de moeite waard om een keer hier naartoe te gaan, hè? Absoluut, ja. Heel mooi. Echt, alles is mooi hier. Raar zeg. Raar? Ja, verbaasd me. Ja, zo is leuk. Dat is Frankrijk. Verbazend mooi. Dat is Frankrijk, dat is kei mooi. Ja. Oh. Even gewoon vlug gaan kijken, want we hebben nog druk. Op vakantie zelfs nog wel. Ik heb beloofd dat ik niet zou vullen, maar jongen, toch. Het is hier net een groot open luchtmuseum. Fantastisch. De heenweg was een beetje moeilijk om een goede fietspad te vinden. Maar de terugweg was super makkelijk en hij loopt precies langs de Moezel. Ja, we zijn wel lekker aan het bakken. Ik heb nou, ik moet even voorlezen. Mazon Tino, hier van Tino Martin, Rappers, De Pommes, De Terre, Landrus, Ognions. Pommes, aardappel, maar ui. Ja, daar hoor ik al zoiets met kruiden erbij. Dus ik denk wel, ik weet al zeker dat het lekker is, een beetje mayonaise erbij. Hoppa, hebben we daar nog iets van een, twee sasliks hebben we nog. Hebben we nog gisteren hadden die over, dus die gaan we nog bakken, een citroen. Lijkt me ook wel lekker. Ik vind eigenlijk alles wel lekker. En bakken vind ik ook wel leuk. Kijk. Is toch leuk? Ach ja, het is dan wel geen tobben in een tentje, maar het is wel frotten op de camping. Dat is ook leuk, hè? Mooi. Ja, goedemorgen. Ja, we zijn weer onderhoed. Dat is de camping. Hè? We rijden net bij de camping rijden we weg. Het is hier ontzettend druk, want er is hier een wandeltocht of een fietstocht of iets dergelijks. Dus iedereen op die midden op straat. Wij gaan nu richting Borgies. Borgas. Iets met een B. En het is ongeveer 400 kilometer rijden. We hebben vakantie, dus we zijn een beetje later als gepland. Oh nee, we hadden geen planning. Dus het komt helemaal goed. Tussen de film daar wel een beetje door. Ik zou zeggen, on route en tot straks. Route de Nationaal. Kei mooi. Heel leuk. Heel weinig file gehad. Alleen maar achter ons, dus dat is wel een voordeel. Voor de verder is het gewoon kei fijn rijden. Het is relaxed. Moet er ook wel de tijd voor nemen natuurlijk.
We moeten nog iets van 200 kilometer, 200 nog wel. En we hebben nog een aantal uren te rijden. Maar ja, geen probleem, joh. Het is hartstikke mooi. En het uitzicht is hier helemaal geweldig. Heb ik al wel gezien net, hè? Dat is echt mooi. Vijf minuten geleden aangekomen op camping in Bourges. Ging super snel. Het is eigenlijk net buiten het centrum. Meteen ja, zie je een bordje staan, rechtsaf, bam, meteen volop op de camping. Hele grote plaatsen. Dan kijk je, dat gaat helemaal nergens over. Echt een hele grote plaats. Zie je? In Italië zijn er twee plaatsen. Soms nog wel drie volgens mij. Dus echt ruimte genoeg. We hebben alles opgezet. Ja, dan gaan we natuurlijk een bak koffie vatten. En daar gaan we even fiets eraf doen. En dan gaan we denk ik vanavond. En anders gaan we morgen lekker even in het stadje kijken hoe dat eruit ziet. Vandaag een super mooie rit gehad. Het lijkt wel een motortour, hè? Nee, gewoon echt een hele super mooie rit gehad. Het was 400 kilometer. Dat was gewoon goed te doen. En nu is het 5 uur, dus we zijn mooi op tijd op de camping. En dan gaan we lekker genieten van de omgeving en de rust. Hey, tot straks. Ga ik net Bartje uitlaten. En ik denk van, nou weten we, hadden eigenlijk al afgesproken van, nou weten we, hebben een ertsoep bij. Dus echt serieus, we hadden echt ertsoep bij. En die gaat wel op. Maar ik ga Bartje uitlaten. Kom ik net buiten de camping, staat daar zijn bus met een houtgestookte pizza oven. Wow, en het was op tijd druk, dus ik denk, ja, het zal wel maar goed zijn. Dus ik heb vlug Bartje teruggebracht. En ik zei, toch vlug even een pizzaatje pakken. Zijn we niet in Italië, halen we Italië wel ons toe. Ziet er wel eens goed uit, dus ik ben benieuwd. Hoe ziet die voor jou eruit? Ja. Vis moet zwemmen. Vis moet zwemmen, absoluut. Hey, smakelijk. Oh nee, smakelijk. Smakelijk. Jullie niet, dus je moet er eens te kijken. Goedemorgen. Ja, weer een nieuwe dag, nieuwe kansen. Op onze vakantiedag. We zijn op de camping in Bourges. En gisteren toen we aankwamen, dat was dus op een zondag was dat, was het hier heel erg druk. Tenminste, alles was gewoon vol. Maar Bourges is een stadscamping, camping de municipal. Hé, hey, dat is goed Frans, hè? Nou is het maandagmorgen. Het is iets rond 10 uur of zo. Ik heb net even een koffie gehad en een boekje gelezen. En kijk eens. Bijna heel de camping is leeg. Het stond echt helemaal vol. Op zich wel een leuke camping. Zoals ik al zeg, een doorgangscamping. Gravel. Dus je staat goed, de plaatsen zijn groot genoeg, keileuk. Dadelijk gaan we naar de stad met de fiets. Eerst even nog een bak koffie pakken en een broodje natuurlijk. En dan gaan we met de fiets gaan we naar Bourges, kijken wat daar te zien is. Op Google heb ik gezien dat het heel erg leuk is. Even kijken hoe dat in het echt is. En Monique is nou met belangrijke zaken bezig. En Monique? Ja. En komt het allemaal goed, denk je? Nee. Jawel, joh, komt het allemaal goed. Grote zonnebril op en... Ja. Dan komt. De zon schijnt trouwens niet zo heel erg nou, maar... Dat komt ook wel goed. Nou, Bartje heeft al meteen mijn plaats ingenomen. Nou, tot straks. We gaan even een broodje eten en dan gaan we met de fiets naar Bourges. We gaan naar de stad. Welke stad? Dat weet ik niet. Al zo betrokken bij onze vakantieadres. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Dat makkelijk, joh. Nee. Bourges. Oh ja. Bourges. Dus dat moet wel leuk zijn. Met de fiets gaan we. Dus, zo zeggen, trap maar aan. Zo is het gaan doen. Andere kant. Andere kant? Ja. Nee, echt niet. Die trapt er gewoon in ook nog. Volgens mij maakt het helemaal niks uit.
moeten wij alles zo plannen, hè? Dat we alle mooie stukjes kunnen vinden. Heel lekker uit. Welke, zeg je? Je moet wel maar geloven op mijn blauwe ogen, dat vindt heel lekker uit. Oké. Okay. Die Afrikaans ruikt. Dat we zitten, maar het is wel ontzettend mooi. En niets mooi, hè? Ja, heel mooi, geweldig. Dat is ook al mooi uit die tijd eigenlijk zo, hoor. Dat is hier ook. Kun je dat zien bij die boom? Ik denk het wel, hè? Ja. Ja, dat was op een gegeven moment de 18e eeuw toen. Zaten ze eigenlijk. Zeg serieus? In de 18e eeuw zaten ze eigenlijk aan de top van de economie. Hey, tic-tac-toe, 3 op rij. Nee, boterkaas en eieren. Oh ja, boterkaas en eieren. Nou, dan ga ik aan deze kant staan. Mm-hmm. Ik ben. Ja, jij bent. Mm-hmm. Hoe kan dat nou? Hé, hey, dan heb ik 2 kruisjes, dat kan niet. Hoe werkt dit? Moet je de. Huh? Nick, glijbaan. Ja. Goed. Rood. Wind, geel wind. Oh. Jij begint. Jij bent geel, toch, of niet? Jij bent er eerst, zat ik aan die kant. Oh. Zo, yes. Is zo. Het zijn echt leuke spelletjes. Ja, echt van genoten. Ik had geel, hè? Nee. Oké, nou, ik heb verloren. Ik trakteer op koffie. Oh, lekker. En ik een bakje. Hey. Ja. Hey, leuk park hier, by the way. Er is nog veel meer te doen eigenlijk. Ja, ja, die spelletjes, daar vind ik niks. Spelletjes hou ik niet zo van. Die al. Oh. Wat doe jij nou? Dat is een gladde rand. Oh. Nou, we zijn op het terrasje aangekomen, dus een basje koffie zat wel lekker en een hapje erbij. Dat is ook wel lekker. Maar hij heeft natuurlijk die Franse kaart. En die Franse kaart ziet er zo uit. Dat is een Franse kaart. Dus ik ga hem eventjes vertalen. Met mijn Google Lens. Kun je dat lezen? Oh, nagerechten. Nummer 1, 2, de geitenpoep van de boerderij Les Ganaches di Foile Pre. Geitenpoep, zal erbij. Geitenpoep van de boerderij. Lekker jong. Denk ik iets anders pak. Ja, is je lekker? Ja, oh, dat is espresso, hè? Ja, espresso. Dat is espresso. Maar we zijn trouwens niet de enige die moeite hebben om de kaart te lezen. Er zijn er meer die er moeite mee hebben. Kijk maar eens achter jou. Ja, gelukkig. Ligt niet aan ons. Nee, ligt nooit van ons, hè? Café Monica. Ja, lekker. Oh.